Eten bestellen. Eten de. Mooiste salon in de wereld. Kijk, hoe gezellig. Hallo en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, abonneer! Doe het dan nu. Sam voelt zich niet heel goed. Nee. Sam draait heel fel. Ja. Ja. Gaat het? Ça va. Baby toch. Zal ik slapen? Ja, inderdaad. We gaan... Sheldon! Shelly. Zij staat hier in brand, hè? Wat hebben die met de kaarsen? Het is trouwens de dag voor Valentijn. Mm-hmm. Morgen op Valentijn ben ik s'avonds niet thuis, maar Sam ook niet. Dus we hebben besloten om vandaag een beetje Valentijn te doen. Ja. We hebben een keigezellig kamp gebouwd in onze living. Mm-hmm. Ik zal het laten zien. Hey, katjes. Mama. Kijk hoe gezellig. Dus ik heb dat andere stuk van de zetel er aangezet. We hebben dekentjes, kussens, lampjes. We hebben allemaal kaarsjes hier. Hier hebben we kaarsjes. We hebben katjes en milks. En het beste we hebben is Saki. Jee. Waarschijnlijk denken de mensen echt, maar jullie eten altijd Saki. We hebben sushi besteld. We hebben 2 porties edamame. En dan hebben we sushi. Yummy. En ik denk dat we Blind Getrouwd gaan kijken of zo. Ah ja, dat is van gisteren. Ja. Al, ja. Niet gezien. Nee. Goed? Ja. Kijken. Okay. Ja. We gaan Blind Getrouwd kijken en we gaan gewoon een gezellige avond hebben hier in ons fort en dan een beetje op tijd slapen. Ik denk ook dat we vanavond niks meer gaan vloggen, maar ik wou dit wel eventjes laten zien omdat dat zo gezellig is. En ik neem jullie morgen wel weer mee in de vlog. Dus slaap wel en tot morgen. Hallo iedereen, goede namiddag. Het is al namiddag. Ik ben net thuis, want ik ben gaan verhuizen in mijn huis in Bilze. Zoals jullie zien zijn mijn haren nog altijd zo als 2 dagen geleden. En moet ik die dringend wassen. Ik ga dat niet meer kunnen doen, want ik moet zo dadelijk vertrekken naar Celine. Want we moeten naar de Wimpers gaan en ik wil ook nog iets eten. En ik heb amper iets gegeten vandaag. Ik krijg zoveel zenuwen van alles wat ik nog moet doen daar in Bilze. En zoveel rommel dat ik daar heb. Het is echt niet normaal. Maar ja, nog even volhouden zeker. Nog een paar keren gaan verhuizen. En dan zal het grootste deel wel achter de rug zijn. Hoop ik. En het ding is ook dat ik dat niet hier bij Sam allemaal krijg. Omdat dat... Ja, omdat sommige dingen zijn hier, zoals een tafelstoel, een zetel en al die toestanden. Dus ja, maar ja, ik verkoop dat wel. Maar ik verkoop die dingen sowieso. Maar toch, het is zoveel werk. Soms, zoals vandaag, dan ben ik echt lastig en dan denk ik echt... Oh, ik wil gewoon alles in brand steken en dat het me allemaal in vlammen opgaat. Zodat ik er ene keer vanaf ben. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Hè. Zo werkt het niet. Oké. Ik ga eten. En zelfs gaan we naar de Wimpers. En dan ga ik jullie meenemen. Ik heb mijn... Hoe noemt dat nu weer? Mascara. Mijn mascara eraf gedaan. Dus het zijn nu mijn natural lashes. Zoals jullie weten gebruik ik een serum voor mijn wimpers. Want mijn wimpers zijn best wel lang. Ik gebruik het... weet ik niet meer hoe dat dan noemt. Eyeglow. Ja, oké. Het is Eyeglow. Eyeglow serum op mijn wimpers. En dit zijn ook mijn wenkbrauwen. Ah, ik heb gewoon geen schmink op nu. Dus mijn wenkbrauwen gaan ze opdoen. Wij zijn aangekomen bij Brows & Beyond, het mooiste salon in de wereld. Kijk maar. Ah.
En we gaan wenkbrauwen en wimpers doen. Ik ben terug thuis van Brows & Beyond. Dit zijn de Brows After. Wat een verschil. Amai. Ja, het ziet natuurlijk wel nog een klein beetje rood van te harsen. En dit zijn de wimpers na. Ook echt mega verschil. Wat dat Celine en ik daar dus doen is brow tinting en brow shaping. Dus dat is met henna. En dan doen we lash lift en we laten ook onze lashes kleuren. En dat blijft allebei ongeveer 6 weken. Natuurlijk, hoeveel te meer dat je wenkbrauwen wast, hoeveel te meer dat die verf daaruit gaat. Dus ik probeer zeker in het begin 4 dagen of zo daar goed rond te gaan. En niet erover. Hetzelfde met mijn wimpers. Dan hoef ik ook geen mascara op te doen. Maar ja, ik vind het echt super tof. Ik was trouwens in de vlog van gisteren Sam zijn beeldjes vergeten in te voegen. Oeps. Dus die zal ik nu invoegen. Hey iedereen. Ik ben net thuis van het werk. Ik ben ondertussen ook nog even naar de winkel geweest. Alles staat hier nog, dus ik moet het nog uitpakken. Thalisa en ik hebben elkaar vandaag net gekruist. We hebben elkaar gemist, want zij gaat de hele avond weg uit eten. Dus vanavond ben ik thuis. Maar niet alleen. Als de vrouwen weg zijn, dan maken de mannen er gebruik van. Dat weten jullie van vorige keren. Dus Nick is dadelijk hier en dan gaan wij terug een mannenavondje doen. Hè. We gaan eerst wel een beetje werken. We hebben nog een projectje op te starten. En voor de rest is het, hoe zeg je dat? Men's, boys night. Dus kijk er wel naar uit. Het is wel fijn altijd. Mijn gast is aangekomen. Yo. En ik stel voor, hij had een goed voorstel. Dat we eerst met het belangrijkste beginnen. Ja. En dat is eten bestellen. Eten de. Altijd. Wat gaan we eten? Standaard kebab, hè. Kebab. Altijd goed. Food is here. Woehoe. Productief stukje gehad, maar nu is het tijd om te ontspannen. En we gaan beginnen met een gin tonicje. Dankjewel. Bitte, mijn vriend. Nick is out. Ik ben nog even bezig met een video aan het editen. Ik ben met een nieuw projectje bezig. De video zal een van deze dagen wel online komen. Hopelijk vinden jullie hem leuk. Ik ben al sinds vrij blij met de edit tot nu toe. Ik probeer er altijd het beste van te maken. Maar eens dat ik begonnen ben met editen van een video, dan kan ik niet meer stoppen. Dus dan wordt het meestal zo. En dan kan ik er echt lang mee bezig zijn. Maar ik ga dadelijk toch echt wel stoppen, want het is laat aan het worden. En ik moet morgen weer op tijd op om te gaan werken. Ik ga wel alleen mijn bed moeten inkruipen nog eens voor een keer. Dat is weer lang geleden en dat is altijd raar om te doen. Maar Thalisa komt wel thuis slapen. Ze zal gewoon een beetje later zijn. Maar ik kijk er anders uit om ze hier te hebben. Ik heb wel leuk gezelschap van de katjes. Shelly. Hey. Muffy. Hey. En Milky ligt in de keuken. Dus ik ga nog even afsluiten hier en dan ga ik de tanden poetsen en mijn bedje in. En vandaag is Sam trouwens draaien. Sam draait als DJ vaak bij Giuliano's. Giuliano, ik mag niet Giuliano's zeggen. In Hasselt aan de cinema. Dus daar zorgt hij dan zo voor sfeermuziek. En nu bij Valentijn vandaag doet hij dat. Dus ik ben alleen tot, ik denk, 10, 11 uur of zo. Maar ja, dat is niet erg, want ik denk, ik ga me nu al sinds eerst douchen. Ik heb sushi besteld. Oepsie, we hebben gisteren echt pas sushi gegeten, maar oh, ik heb echt zin in sushi weer. Dus ik heb het gewoon besteld. Sam is waarschijnlijk nu toch ook lekker pizza of pasta van Giuliano aan het eten. Dus ik dacht, ik doe het ook gewoon. Dat is wel slecht, ik moet daar echt mee stoppen, want zo dingen bestellen, dat kost ook nog eens heel veel geld ook. Dus ja, dat is de laatste keer voor even. En vandaag hebben we trouwens ook de Jet overgenomen, de Instagram van de Jet. En hun Instagram story hebben overgenomen. Voor degenen die het niet hebben gezien, zal ik de story anders ook invoegen. Dus
misschien wel tof om te zien en ik zal de story nu invoegen. Goedemiddag iedereen. Vandaag nemen Sam, mijn vriend en ik de Insta-story van de Jet over. En jullie zullen zich wel afvragen waarom ik eruit zie als een Eskimo. Ik ben aan het verhuizen in mijn huis in Bilze. En hier is geen mazoet meer, dus het is hier ijskoud. Daarom heb ik mij zo goed ingepakt. Ik ga van Bilze verhuizen naar Sam. Ik ga vandaag zo goed als heel de dag nog verhuizen. Sam is ook aan het werken. Maar deze avond gaan we super gezellig Valentijn vieren. Er is hier wel nog veel te doen. De keuken is het zo goed als allemaal gedaan. Maar we moeten de living nog en de berging. Dus wish me luck en ik zie jullie straks. Hey allemaal, ik ben Sam. Het is vandaag Valentijn en voor de meesten is dat moment om hun vriend of vriendin even in de watten te leggen. En ik ga vandaag niet anders doen. Ik heb net gedaan met werken, dus ik ga nu snel een cadeautje halen voor mijn schatje. We kiezen er niet voor om elkaar heel dure cadeaus te kopen ofzo. Dat vind ik ook totaal onnodig. Het enige waar het eigenlijk vandaag om draait is gewoon om het even te laten zien dat je elkaar graag ziet. Ik doe dat op twee manieren. Stap 1 is gewoon om een gezellige avond samen te hebben en van elkaar te genieten. En stap 2 ga ik toch een cadeautje halen. Ik heb er zelfs 3. Maar het zijn echt dingen die ik weet dat ze gewoon graag heeft. Ik kies voor cadeautjes die laten zien dat ik mijn vriendin echt goed ken. En daarom heb ik gekozen voor haar favoriete bloemen, namelijk tulpen. Een blikje Red Bull Sugar Free en non-dairy Ben & Jerry's. Wij zijn ondertussen terug van de fitness. Oh, hartjes aan mijn ogen. En we hebben besloten dat we iets tof in de living gaan maken. Zodat we gezellig kunnen eten. En laten we ons ook even eerlijk zijn. Wie heeft er zin om op Valentijn te koken? Wij al sinds niet. Maar het is ondertussen al 9 uur. Dus uit gaan eten gaat ook nog moeilijk zijn. Maar we gaan iets bestellen. We hebben keuze uit al deze dingen. En ik denk dat we voor sushi gaan. Yes. Woehoe. We gaan voor een sushi boot voor 1 persoon. En dan edamame 2 maal. Oei, ik heb 2 keer een sushi gekozen. Oepsie. En als dessert strak gaan we mijn cadeautje opeten. Yes! Ik ga voor heel de pot ineens. Dat ik misschien wel buikpijn heb, dat is geen slim idee. Sam is al begonnen met kaarsjes aan te steken. En de katjes zijn hier ook. Hey, gaat je mee Valentijn vieren met ons? Hè? Jij ook? Ja! Alle kaartjes zijn aan. Nu ga ik dit stuk bij de zetel zetten. Dus kijk je zelf, dat vinden we echt zo leuk. Woehoe! Mijn keigrot vet! Nog benodigdheden voor een gezellige avond. Dekentjes. Extra veel kussens. We hebben er al heel veel. Maar meer nooit genoeg, hè? Echt waar. Dekentje. Klaar voor de final reveal? Ja. Oké. Okay, oh, spannend. Oh. Kijk hoe cozy. De sushi is er. Ik ga even het licht terug aan doen, want anders is het hier wel heel donker. Onze sushi is aangekomen. Yes.
Oké, wij gaan sushi eten en we gaan een film kijken. Hopelijk vonden jullie onze takeover leuk. En hopelijk hadden jullie ook een fijne Valentijn. Ja, kei belangrijk. En wij zien jullie volgende keer. Dus dat was de... Ah, ik heb kattenhaar in mijn neus. Dat was de Yet story die we hebben gedaan. Ik vond het wel heel leuk. Dat was ons Valentijnsavondje. Ik ga de vlog afsluiten. Want ik ga gewoon echt nog chillen in de zetel. En ik denk dat ik de tweede 50 Shades of Grey, of 50 Shades Dark, hoe noemt die, ga kijken. Nu Sam er toch niet is. En ik ga de vlog natuurlijk afsluiten met de comment of the... Wie wordt mijn slachtoffer om day te zeggen? Want Sam is er niet. Eens kijken. Day! Shellen is mijn slachtoffer geworden. De comment of the day vandaag is van... Oei. Hallo GSM, werk mee. Van Danuta Smets. Hallo Danuta. Zo fijn om naar jullie te kijken en ik, hartje, van jullie katjes. Ah. Vinden jullie dat ook leuk? Ja? Ja? Vinden jullie Danuta ook lief? Ja? Ja? Super erg bedankt voor de comment. Super lief. Bedankt voor de comment op de day. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe zeker 2 vingers in de neus. Of thumbs up als jullie het leuk vonden. En wij zien jullie morgen.